Vandaag gaan we de eerste boom, het zijn er eigenlijk 200 bomen aanplanten van het Telenetbos. We hebben 3 jaar geleden de Telenet Mountainbike Tours en de Telenet Cycling Tours gelanceerd. En we hebben toen een belofte gemaakt, want het was een project waar een sociaal luik en een groen luik aan gekoppeld was. Want we zijn net terug van Senegal en daar hebben we een schooltje gebouwd. En het groene luik, daarvoor zijn we hier vandaag om de eerste boom aan te planten van een 5 hectare groot bos van Telenet. We hebben daar een mooie reis gehad en natuurlijk het schooltje gebouwd waarvoor we naar Ginder zijn gegaan. Dus ja, dat is het sociale project van Telenet. En ik heb gezien dat de centen daar echt goed gespendeerd zijn. En we hebben daar de kinderen blije gezichten gezien omdat ze naar school kunnen gaan. We zijn boompjes aan het planten. Een bos is belangrijk voor zuurstof en voor dieren. En hoeveel boompjes heb jij hier al geplant? Een stuk of 15. 8 of 9, denk ik. Ik heb al 4 bomen aangeplant. En hoeveel ga je er nog planten? Dat weet ik nog niet. Nu, waarom 5 hectare bos? We hebben eigenlijk een berekening gemaakt. De deelnemers van de Telenet Mountainbike Tours die komen met hun wagen waar de fiets in zit naar de mountainbike tour. En eigenlijk het 5 hectare bos zou eigenlijk de CO2-uitstoot moeten compenseren van de deelnemers die deelnemen aan de Telenet Mountainbike Tours. Dus eigenlijk zou de Telenet Mountainbike Tours een CO2-neutraal evenement moeten zijn. Wij hebben als beroep bomen en bossen aanleggen. Voor ons is dat heel belangrijk. En als we dan de steun kunnen krijgen van een bedrijf zoals Telenet, die daar dan ook haar verhaal aan koppelt, dan is dat voor ons dubbel gewonnen.